Alleen al een vroege ontsnapping met 6 man na 9 kilometer, 6 renners op kop. Aanvankelijk een voorsprong van 35 seconden. Het zijn de namen die u al hoorde. Sven Nevens hier met 89 voorin. Dan ook Bart Schijlings, Christophe Godard, Preben van Ecke, Jan Verstraeten en met nummer 100 Tom Stubbe. Het peloton dat liet wat begaan, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Met hier Tom Boonen rustig in een babbel. Met Philippe Gilbert was het. En daardoor groeide die voorsprong van het zestal alsmaar uit en uit. Tot boven de 6 minuten. Die Meesman die uiteindelijk toch zal blijven, ja, bij FDJ. Ja, ik had van de week nog een gesprek met de vader Meesman en die zei, ja, hij kan er eigenlijk niet beter zitten, hij zit daar goed, kan vooral zijn eigen programma rijden en is nog jong, is 23 jaar en dat lijkt me op zich wel een goede beslissing. Dus daar blijven, wanneer hij overgaat naar een grote ploeg, is het toch vaak op een echte speler. Dat was niet de minste, hè? Nee, absoluut niet. De Deense spits destijds. De tijd van Vlodek Lobanski. Ja. De tijd van het grote Lokeren. En dit is een stuk. Dat gaat terugkomen. Dit is een stuk waar de wind pol op kop staat. We hadden het over de wind daar straks al. Zuidwesten, wel hier heb je een pal. Ja, dat was ook een beetje het beeld dat we er net zagen. Je ziet ook hier aan die vlaggen hier, die dus volledig tegenover de rennen staan. Je moet hier echt niet slim zijn om te weten van waar de wind komt. Nee, absoluut dus, niet. Dat voel je wel zelf hier. Dus Van de Wallen hier vooraan, van de mannen van Quickstep. Ook de oude getrouwe van dienst. Van Zevenhand, die een beetje in het radiootje aan het vroeten is, met rechts van hem, denk ik, Mathieu Criquelion. Deze wereld.
Pas voor zometeen. Eerst naar Jan de Wijngaard, die zit bij Stijn de Volder. Ja, de Volder is weg. De Volder laat hier zijn medevluchter in de steek. Hij is op die klim van de Wandelaar. Heeft hij ervan geprofiteerd om even aan te zetten. Christophe van der Wallen moet eraf, moet passen. En Stijn de Volder is gewoon gaan vliegen. Heeft meteen toch al, ik denk, 200-300 meter genomen. De afzink nu. De bocht in, even wind op kop, moeilijk stuk. Maar dat kan natuurlijk, de Volder is een bijter, kan doorduwen. Ja, en die is een voorsprong nu zeker 300 meter hoor. Balpartij van Roy Sanchez zagen we daar op de grond liggend. En daar Sanchez die moeizame... En hier is Stijn de Volder weg van de Wallen. Dat is wel vroeg, hè, José. Dat is een andere vroeg, hè? Ja, dat is een andere situatie. Je had hem beter blijven. Ideaal voor Kruksat, hè? Als het verschil echt zo goed was of zo groot is, of het dan wel goed is, nu daar tegenover. De Schroeder. En Verbeek, denk ik, voor zich. Willems, Gilbert en nog een paar anderen die daar alleen zitten. Willems die heeft bijgetekend bij Liquigas, voelt zich daar uitstekend. Goede groep, is er bijzonder graag en is nog niet van zin om van werkgever de Volder die doortrekt en er weer voor een scheur zorgt vooraan, voor een breuk op de Wandelaar. Belangrijk vandaag bevoorrading aannemen en iemand van Landbouwkrediet achterom. Gevaarlijk manoeuvre. Ik denk dat het de kleine Benjamin Gourgues was. Recht naar de kust rijden ze zo. Komt op dat afzinkje naar de dijk waar we nu zijn. Of de baan gelijklopend met de dijk waar die wind zo valt op. Hier is Moerijn. Sukkelaars, dat is niet normaal. Sukkelaars! Je zou zeggen, zo'n vlak parcours, die wind, die stress telkens van telkens weer opnieuw toe richting Knokke eist weg te draaien. In het slot van de race stort dan wel mee op, maar hij heeft het kunnen volhouden. De Schroeder,
gaatje dicht te rijden om dan inderdaad hier een sprint van te maken. Jan de Wijngaard heeft nog wat te vertellen van op de motor, Jan. Niet meteen, Stefan, maar wel in het spoor van de vier koplopers. En een beetje ook zoals José daar straks zei, Nick Nuyens op reserve. Dat merk je ook wel op die wandelaar. Blijft rustig achteraan, gaat rustig mee. En zoekt nu ook de kant. Nu, op een of andere manier, dus Nuyens heeft ja, gekozen voor de aanval. Gaat wel een klein beetje reserve houden, Nuyens kennende. De rest gaat doorrijden. De rest gaat door, hè. De mannen van Tocht voor Vlaanderen zitten daar. Philippe Gilbert zit daar nog heel makkelijk blijkbaar. En intussen is Geert Verheijen gegrepen door het pak. Dus die tegenaanval. Oh, daar kijk, voilà. Nu weer zonder. Lange tijd dubbele nationaliteit gehad. Belgisch-Nederlands. Maar nu Limburger. En Sven Nys. Ja, het is niet de eerste keer dat hij zich toont in een wegwedstrijd. Wie is daar van tops voor Vlaanderen nog mee? Ik denk Nick Engels. En Nick Engels, dat is dan echt wel een verrassing, want die heeft in het voorjaar nog een hartoperatie ondergaan. Het peloton erop zit. Daar Del Vos en daar is de rest van de groep. Maar ze zijn er allemaal. Ze zijn nu breder over de weg, dus ze komen drungen. Philippe Gilbert zat daar helemaal vooraan, dus ik denk zeker de wandelaar gaat, er gaat niet op gewandeld worden deze keer. Nee. Ik verwacht iets van een aantal. Vast. Nee. Ah, ja, maar kijk, voor de ja. Massasprint die er toch gaat komen. Oh, er wordt toch altijd iemand winnaar. Ja, dat is waar. Er wint altijd iemand. Er is altijd iemand tweede en derde. Ja, de Quicksteppers met de tong uit de mond. Hard gewerkt. En uiteindelijk, door toedoen van een Silans Lotto-renner, met name de Vocht, alles toch wel min of meer samengekomen. Ik zeg wel min of meer. Kaysen, Van Neulen, Van Mingeroet en Kriel. De top 4 in deze fase van de wedstrijd op 12 kilometer van het einde. En al een beeld, vaste camera. Meersman, trekt de sprint aan. Het is van ver, Rosselaer. Het was Kaysen. Rosselaer in het wiel van Hoste. Steelt zit nog mee voorin. Steelt zit nog mee voorin.
Daar komt hij. Links. En Van dan voor mij de bocht in. Van Avermaat mee, Gilbert. Ja. Het is nog ver. Oeh, Van Avermaat op kop. Dat is link. Beetje drummen. En Bonen ook. Bonen. En Van Avermaat van ver. Van heel ver, van heel ver, van heel ver. Maar Roelands in het wiel. Jurgen Roelands in het wiel. Van Avermaat. Oeh, een valpartij. Ze vallen er over elkaar. Over de kop. En wie gaat het halen? Het is een Silence Lotto-renner die Belgisch kampioen gaat worden. Het is Greg. Het is Jurgen Roelands. Het is Jurgen Roelands, maar kijk eens. Jurgen Roelands wordt Belgisch kampioen. Ik denk voor Nico Eekhout. Wat een ravage. Ja, ze liggen en daar. En beide slachtoffers. Philippe Meyraghe. Philippe Meyraghe. Die uit de koers gestapt was. Maar inderdaad. De finale ontsierd door een massale valpartij. De spurt aangetrokken door Greg Van Avermaat. Voor uiteindelijk Jurgen Roelands. De bakkerszoon uit het Pajottenland. 23 jaar. Knap gepresteerd ook op het, in de ronde van België in de slotrit, waar hij tweede werd in de spurt achter Tom Boonen. En daar al kunnen winnen had. Als hem daar iets vroeger aangaat, als hem daar iets vroeger aangaat. Maar wie ligt hier allemaal, José? Ik denk Wouter Weiland. Stop.
Ja, zien we daar komen. Dat is hem. Sven van Toernout in de gele trui nog helemaal vooraan. Bonen die tekort komt. Ja. Duidelijk tekort komt. Steegmans. Meersman die ook nog valt door een beweging van... En ze komen met z'n allen tekort. En ik denk, moet maar eens kijken, dat Sven van Toernout. Ja, ja. Die wordt tweede of derde. Van Toernout tweede, zeg. De veldrijders op het Belgisch kampioenschap. Maar kijk eens naar de vreugde van Jurgen Roelands.